Mijn naam is Angela Jager en ik ben conservator Ouder-Nederlandse schilderkunst bij het RKD, het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag. En ik sta hier bij dit prachtige schilderij van een jonge Hollandse moeder, geschilderd door Gerrit Douw. Dit schilderij was onderdeel van een groot geschenk aan koning Karel II. Een geschenk van de Staten van Holland en West-Friesland. En waarom werd dit schilderij geschonken aan Karel II? Om die context te begrijpen, moeten we terug naar de lente van 1660. Op dat moment verblijft Karel II, nog niet gekroond, in Breda. Hij is in Breda als hij die brief ontvangt waarin staat dat hij weer welkom is in Engeland. En bij aankomst zal hij gekroond worden tot koning. Dan begint een reis van Breda naar Scheveningen, waar een grote vloot hem mee zal nemen naar Engeland. De Staten van Holland en West-Friesland horen dit. Dus de koning-to-be reist door de Republiek en zij denken, daar moeten wij iets mee. De Staten van Holland en West-Friesland reizen naar koning Karel II toe en bieden hem alle hulp aan die hij nodig heeft om vlug en plezierig naar Engeland te reizen. Naast dat zij alle kosten voor de koning betalen, willen ze hem ook nog iets aanbieden. Namelijk een groot geschenk, iets wat wij nu kennen als de Dutch Gift. Een volledige inrichting voor een koninklijke slaapkamer. Hiertoe behoorden een bed, meubels, tapijten, maar ook een collectie schilderijen. Nu hadden ze gehoord dat koning Karel II enorm hield van Italiaanse schilderkunst. Dus ze betalen enorm veel geld om een goede collectie Italiaanse meesters bij elkaar te halen. De koning was ontzettend blij met zijn geschenk en prees onder andere het werk van Douw. De waardering voor Douw had vooral te maken met zijn minutieuze schildertechniek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop hij het haar van de jonge moeder heeft geschilderd, met een heel fijn penseel, haartje voor haartje. Het werk hing in de koninklijke collecties in Engeland, totdat de stadhouder Willem III gekroond werd tot koning van Engeland in 1689. Hij besloot een aantal van de schilderijen mee te nemen naar Nederland, waaronder ook de jonge moeder. Hij hing het werk in Paleis het Loo, van waar het uiteindelijk terecht is gekomen hier in het Mauritshuis.